Heel goedemorgen, deze marktsupdate verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Lagere koersen op het slot in de VS afgelopen vrijdag, waar de Nasdaq 1% prijs gaf, SP 500 0,7 en de Dow Jones een half procentje lager sloot. De nog immer sterk doorkomende macrocijfers stuurden de rente weer wat hoger en zetten daarmee de technologieaandelen onder druk. Tevens was er een grote expiratie van opties en futures, hetgeen nog een versterkend effect kan hebben. En Deze week staat in het teken van de Amerikaanse centrale bank die woensdag met een update komt en een nieuwe dotplot. Zeg maar de routekaart voor mogelijke rentestappen. En langzaam maar zeker beginnen de meningen van analisten daarbij verder uit elkaar te lopen. Van 0,75% dit jaar tot zelfs 1 en een kwart procent. En zeker nu de inflatieverwachting voor de komende jaren rond de 3% blijft hangen, wordt het steeds interessanter. Bij de aandelen had Groupon een sepert naar de cijfers. Het aandeel daalde ruim 30 procent. Ook elders waren er weer grote uitschieters. En Apple moet bijna 500 miljoen dollar betalen in een claimactie van beleggers. Topman Tim Cook had eind 2018 een te rooskleurig beeld geschetst van de afhankelijkheid van de iPhone-verkopen aangaande de handelsoorlog tussen de VS en China. Apple laat verder weten te kiezen voor Google als het gaat om toevoeging van AI op de iPhone en tablets. En ook in Azië wacht men op de Amerikaanse Centrale Bank, maar eerst komt morgen nog de Reserve Bank of Australia met een update en de Bank of Japan. Vooral de laatste is interessant. Men verwacht dat in Japan de rente verhoogd wordt tot 0%. Ter vergelijking, donderdag komt de Bank of England en die laten na verwachting de rente onveranderd op 5, procent. In China zag men verder de detailhandelsverkopen aantrekken, maar blijft het werkloosheidspercentage met 5,3% voor de grote steden toch nog relatief hoog liggen. En dit cijfer wordt voor het platteland en als onderverdeling naar jongeren al niet eens meer gepubliceerd in verband met de hoogte. En de Nikkei liep ruim 2% op, de Chinese beurzen handelden licht hoger, net als de Kospi-index in Zuid-Korea. En India heeft laten weten binnen 5 jaar een grote speler te willen zijn op de wereldmarkt voor chips. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een onveranderde tot licht hogere opening. En dat gaan we dus straks nog zien. En nu de tech-aandelen even haperen in de opmars is er veel aandacht voor de zogenaamde insider-verkopen. Topbestuurders die privé deels afscheid nemen van hun aandeel. Het is geen nieuw fenomeen, maar wel logisch verklaarbaar. In de VS nadert, net als in Nederland, de aangifte voor de belastingen. En zeker bij personeelsopties die aflopen, zullen de winsten verzilverd worden met de huidige beurskoersen. En dat wil niet meteen zeggen dat er geen vertrouwen meer is over de toekomstige periode. En de volledig ontwrichte infrastructuur voor elektriciteit in de westerse landen zet een stevige rem op de groene transitie. Daardoor zal er nog steeds meer vraag naar fossiele brandstoffen blijven. Met de huidige productiebeperkingen van de OPEC zullen bedrijven als Shell, maar ook de Amerikaanse olie-industrie volop door moeten blijven draaien. Op 2 april begint het voor Shell belangrijke hoge beroep aangaande de uitstootverlaging van het bedrijf in de komende jaren. De zaak werd aangespannen door diverse milieuorganisaties. Op de agenda vandaag inflatiecijfers en handelsbalans uit de eurozone. En we hebben nog vertrouwen van de huizenbouwers uit de VS. En Morgan Stanley zet Argent X op kopen, koersdoel 477. Volkswagen en Stellantis krijgen koopaanbevelingen. Ford en BMW worden op houden gezet. En morgen is er weer een update voor BNP Paribas.